Welkom bij Boeren Business TV, waar we vandaag gaan inzoomen op productkwaliteit tijdens de bewaring. Ik zit hiervoor aan tafel met Marcel Benning van Engie Koude Techniek. Marcel, welkom in de studio. Dankjewel. Jullie hebben een aantal jaar geleden een techniek ontwikkeld voor condensdrogen. Klopt. Is nog relatief nieuw, maar inmiddels wel wat meer praktijkervaring. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, nou, we hebben inmiddels dus echt wel praktijkervaring. We zien echt hele goede resultaten in de bewaring. De kwaliteit van de producten die blijft veel langer constant. Dat komt door het constante klimaat wat er in de bewaring heerst. En daarmee hebben we eigenlijk veel meer de controle over de kwaliteit. En ook zelfs met partijen die wat slechter erin komen, waar wat rotte knollen in zitten. Of dat nou uien of aardappels zijn, dat maakt niet uit. Ook die rotten hebben we heel goed onder controle en er vindt bijna geen verspreiding meer plaats daarvan. Oké, dat is natuurlijk heel interessant voor telers. Ja. Maar wat doet die techniek dan precies? Nou, het is een condensdroogtechniek en daarmee kunnen we onafhankelijk van de buitenlucht de producten drogen, afkoelen en ook gekoeld houden. En eigenlijk met we kunnen drogen als dat moet. Hè. Als producten van het land komen, dan moeten ze vaak eerst nog gedroogd worden. Vooral uien moeten veel gedroogd worden. En dat kunnen we onafhankelijk van de buitenlucht eigenlijk 24 uur per dag doen. En daarna kunnen we ze ook sneller omlaag brengen in temperatuur. En daarmee zijn we eigenlijk niet meer afhankelijk van de buitenlucht. En waarom is dat zo interessant? Wat doet die buitenlucht? Je ziet dat de klimaat verandert steeds meer. Dat zal iedereen wel bekend mee zijn. Waardoor de buitenluchtomstandigheden steeds minder geschikt worden om je producten goed te kunnen drogen en ook af te koelen. Want de uitersten die schieten steeds op en neer. Hè. Het is soms heel nat, soms heel warm, soms weer veel te droog. En als je met die onbetrouwbare buitenlucht je producten wil drogen, dan krijg je grote fluctuaties in de bewaring, waardoor de temperatuur soms weer omhoog gaat of de lucht weer te vochtig is. En dan heb je minder goede controle. En dat is niet goed voor het product. Nee. En dat hebben jullie ook gezien nu in de praktijk. Kun je daar iets over zeggen? Ja, we hebben al een tientallen installaties draaien. En onze telers die dus zo'n installatie hebben, die zijn echt heel enthousiast over. Die zeggen, we hebben veel beter de controle. Ik kan mijn producten veel langer bewaren. Dus ik kan veel beter inspelen op de marktomstandigheden. En mijn productkwaliteit blijft ook veel langer goed. Dus ik hoef me niet ongerust te maken van, als ik het nog later in het seizoen wil afzetten, heb ik dan nog wel de kwaliteit die ik wens. En daarmee kan men ook hogere marges maken aan het eind van het seizoen. En dan kan ik me voorstellen dat het ook voor de biologische teelt heel interessant is. Klopt dat? Ja, en niet alleen voor de biologische teelt, maar een biologische teler heeft natuurlijk veel minder hulpmiddelen om hun gewassen rustig te houden. Kiemremmingsmiddelen en dat soort dingen mogen niet. Dus eigenlijk is die al heel erg aangewezen op het koel houden van de producten. Maar met dit systeem kan hij zijn producten veel beter constant houden. En hij kan bijvoorbeeld, als je het dan over uien hebt, die kun je ook drogen bijvoorbeeld bij een lagere temperatuur. Dus je hoeft echt niet de uien wekenlang op 20 graden te houden om misschien nog maar met buitenlucht te kunnen drogen. Nee, je kan al veel sneller omlaag in temperatuur en het klimaat blijft ook constant in de cel. En dat vindt het product gewoon heel prettig en dat merken we ook als het product uit de bewaring komt. Ook dan blijft het eigenlijk nog veel langer rustig, ondanks dat er bijvoorbeeld geen kiemremmingsmiddelen toegepast mogen worden. Okay, dus je hebt eigenlijk een langere periode profijt van betere kwaliteit. Ja, daarmee kun je dus later in het seizoen ook nog producten van hoge kwaliteit leveren. En dat bepaalt zich ook vaak terug in de prijs. Oké. Nou, noem je prijs. Ik ben natuurlijk benieuwd, wat kost het voor een teler om te investeren in dit systeem? Ja, het is een veel duurder systeem dan conventioneel. Hè, maar het verdient zijn geld weer heel erg terug doordat je bijvoorbeeld geen propaankachels hoeft te hebben. Dus je verbruikt geen propaangas. Je gebruikt alleen eigen elektriciteit. Hè, en die eigen elektriciteit kun je dan opwekken met zonnepanelen. En daarmee heb je een groot stuk energiebesparing erop. En een beter productkwaliteit, dat betaalt zich vaak ook terug in een hogere prijs bij de afzet. Ja, en dat zijn de dingen waardoor het heel snel rendabel gaat worden voor een teler. Oké, en is dit dan voor elke teler interessant of voor een... Het kan wel, maar men moet wel denken van, kan ik saldo maken met een product, producten die hoger renderen, hè, bijvoorbeeld over pootaardappelen of uien en dat soort daar is het al veel sneller rendabel voor. Oké. Dankjewel voor je toelichting, Marcel. Dit was Boeren Business TV met vandaag in de studio Engie Koude Techniek.